als je me echt 2 jaar geleden of zo had gezegd van je gaat over 2 jaar naar de Olympische Spelen, nou dan zou ik het gewoon niet eens geloven. En je bent ook nog tandarts ernaast. En hoe combineer je dat? Nou, ik werk sowieso niet fulltime. Ik vind het soms ook wel lekker om het heel druk te hebben. Maar soms is het wel moeilijk om een goede balans te vinden tussen het trainen en het werken. En daarnaast natuurlijk ook nog genoeg rust nemen, omdat het anders best wel zwaar is allemaal. Maar tot nu toe gaat het eigenlijk wel heel goed. Voor 7:43, dat daar persoonlijk klaar. En dan is het startschot gevallen en zijn we weg. Dat is echt een droom die uitkomt. Oh, helemaal omdat ik ineens gewoon best wel goed ben geworden. Als je me echt 2 jaar geleden of zo had gezegd van je gaat over 2 jaar naar de Olympische Spelen. Nou, dan zou ik het gewoon niet eens geloven. Dan had ik echt gedacht van dat kan nooit. En nu zit ik er gewoon zo dichtbij. Dat als ik straks echt naartoe mag, dan ben ik echt heel blij.